ben Frank de Bot. Ik kom uit Breda. Ik organiseer bedrijfsevenementen met een boodschap. Mijn vraag aan de Kamer van Koophandel is: hoe kan ik adressen van bedrijven krijgen die net een jaar voor hun jubileum zitten? We zijn hier in de Techlog Campus in Breda. Dat is het oude Boschgebouw. Het is een community van starters, van ondernemers en kenniscentra. En het gebouw biedt eigenlijk allerlei faciliteiten voor deze mensen die hier actief zijn. Ik organiseer bedrijfsevenementen met een boodschap. Dus ik help ondernemers met het uitdragen van hun live communicatieboodschap. Ik doe dat bij de bedrijven zelf, op hun eigen bedrijfsterrein, in hun bedrijfshal, in een tent eventueel bij het bedrijf, maar ook hier op deze locatie. We zouden hier productshows kunnen houden, we kunnen hier een beurs houden, we kunnen hier een congres organiseren, een symposium. Op dit moment word ik soms gevonden door ondernemers die weten dat ik deze activiteiten doe. En ik zou het zelf prettig vinden om zelf ook meer proactiever ermee aan de slag te kunnen gaan. Het is belangrijk om de mensen van tevoren te kunnen benaderen, omdat op het moment dat je een jubileum gaat organiseren, je daar goed moet voorbereiden. Zodanig dat je dat ook met de juiste communicatieboodschap kunt gaan organiseren. Nou Frank, jij bent op zoek naar adressen van bedrijven die iets te vieren hebben vanwege een jubileum, vanwege hun zoveeljarig bestaan. Het is inderdaad een mogelijkheid om adressen samen te stellen op onze website. In dit geval zeg je van ja, het moet een specifieke datum zijn waarop ze iets te vieren hebben. Nou, dat kan niet via zo'n standaard zoekprogramma op onze website, maar dat loopt dan via ons servicecenter. En daar zouden we de vraag neer kunnen leggen. Oké, dat is mooi, want ik ben echt gericht aan het zoeken naar bedrijven die een jaar of maximaal anderhalf jaar voor hun jubileum zitten. Die zijn op dat moment misschien ook al een beetje aan het nadenken over zo'n soort van activiteit. Zeker, en ja, wat je eventueel nog zou kunnen overwegen is, omdat je natuurlijk gaandeweg wijzigingen krijgt binnen bedrijven, dat wanneer zij een wijziging hebben doorgegeven, je dat via een abonnement eigenlijk van tijd tot tijd naar je toe laat komen. En of dat dan per maand of per kwartaal is, dat bepaal je eigenlijk zelf. Tegenwoordig hoor je eigenlijk ook heel veel bedrijven die zich aanmelden onder het mom: ik wil eigenlijk niet geselecteerd worden, ik wil niet gebeld of gemaild worden, om daarmee bijvoorbeeld zo'n spamachtige activiteit te voorkomen. Hoe is dat bij jullie geregeld? Het is inderdaad zo dat we die bedrijven dus niet kunnen aanreiken. Het is echter zo dat die bedrijven die jij zoekt al wat langer bestaan en meestal niet die non-mailing indicator hebben laten opnemen. Dus ik verwacht dat dat zeker mogelijk moet zijn. Ik ben heel erg blij met de antwoorden die ik heb gekregen. Ik kan nu adressen selecteren zodanig dat ik bedrijven kan benaderen op het juiste moment.